Correctie voorhoofd. Een aangeboren groeiafwijking van de schedel ontstaat als de naad over het voorhoofd, of een van de kroonnaden aan de zijkant, te vroeg is gesloten. Het voorhoofd wordt hier niet alleen door misvormd, maar is ook nog eens te klein voor de hersenen. Daarom wordt in beide gevallen rond de leeftijd van 9 maanden een correctie van het voorhoofd gedaan. De toegang tot het schedelbot wordt verkregen via een litteken dat bovenlangs van oor tot oor loopt. Dit wordt zigzag gemaakt, omdat de haren er dan later overheen kunnen groeien, waardoor het zoveel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken. Bij de schedel aangekomen maakt de chirurg eerst het afwijkende bot van het voorhoofd los. Omdat bij zo'n dichtzittende naad ook de oogkassen afwijkend zijn. Wordt de bovenste helft van de oogkassen ook meegenomen? Als laatste wordt het voorhoofdsbot doorgenomen. Pas als de botten helemaal los zijn, kunnen ze namelijk in de juiste positie worden teruggezet. Door het bot te buigen, wordt de oogkasrand verbreed en ronder gemaakt. De twee delen van het voorhoofd worden dan aan de nieuwe rand aangepast. Alles wordt vastgezet met oplosbare hechtingen, die vanzelf verdwijnen als het bot weer is vastgegroeid. Ook de huid wordt met oplosbare hechtingen gesloten, zodat er later niets verwijderd hoeft te worden. Het resultaat van de operatie is een grotere schedelinhoud en een ronder voorhoofd.